vandaag maandag. Ik heb gesport, college gehad. Of nou ja, meet the expert. En daarna ben ik havermoutpannenkoekjes gaan maken. Ik zie er vandaag trouwens echt niet uit. Even lekker een chill dagje. Maar kijk. Ja, en dan zegt ze, dit is voor één persoon. Nou, lieve vriendin. Nee. Nee, dus ik heb ook voor Tante Wil en mijn moeder gemaakt. Ga ik zo even leuk opmaken met besjes en framboosjes. En een beetje wat honing. En dan ga ik het even lekker serveren. Daar heb ik zin in. Verder heb ik vandaag nog een IC. Dus dat betekent een interactief college. En dan gaan ze je naam noemen en zo, weet je wel. En dan moet je echt focus op die Zoom-knop dat je geunmute bent. Want anders sta je echt doodverschud. Dat je de hele tijd aan het praten bent. Of het lijkt net alsof je niks durft te zeggen. Wat ik ook kan begrijpen, maar heb ik vaak niet zoveel last van. Dus dat is wel weer een dingetje. Ik vind het nooit zo chill. I don't know. Ik hou er niet van. Zoom praten, maar ja, dat is het leven nu. We moeten er maar mee doen. Heb ik dit leuk gedaan of heb ik dit leuk gedaan? De frambozen zijn nog een beetje vervroren, maar dat maakt niet uit. Komt helemaal goed. Ik vind dit leuk. Ja, ik had gisteren echt last van die Blue Monday. Zeg, dat het heet te miepen. Maar gelukkig, het is weer goed. Het is gewoon weer een beetje chaos dit blok. En ik snap ook dat het heel lastig is om een soort van overzicht te creëren als je online college moet geven. Eén college kan wel doorgaan, ander college kan niet doorgaan. Patiëntgevoelige informatie. Moeten ze toch op de een of andere manier aan ons doorspelen zonder dat er een of andere datalek ontstaat of zo. Dus ik snap ook gewoon dat het heel lastig is. Maar voor ons is het af en toe wel dat we denken van, oh, stop it, stop it. En dan lopen colleges uit, maar je hebt ook weer aansluitend online colleges. En vervolgens zit je gewoon 3 uur op je bil. En die voel je dan daarna niet meer. Maar we zitten maar te miepen, maar er zijn veel ergere dingen in de wereld. Dus, zie het positief in. Wees blij dat je onderwijs hebt. En geneeskunde studeert. Als je dit vorig jaar tegen me had gezegd, had ik je misschien getackled zo. Zo'n voetje, weet je wel. Ding op je oor, dat is pijnlijk, dat soort dingen, weet je. Dat is het voor vandaag een beetje. Ik ga leren en daarna heb ik van 3 tot 5 weer colleges. Ik ga jullie gewoon meenemen en dan ga even kijken wat we gaan leren vandaag. Eerst koffie. Ik heb een superleuk pakketje binnengekregen. Maar ik heb hier trouwens ook nog mijn iPad staan en mijn MacBook, dus het is een beetje krapjes. Maar het voelt alsof ik een spionnenbureau aan het creëren ben. Omdat ik hier echt allemaal gadgets heb om mensen in de gaten te houden. Weet je wel, zo. Maar, oké. Dit is het pakketje. En daar gaat het even om. Dus die gaan we openmaken. En ja, ik doe het even met een pincet. I'm so sorry. Oh, ik heb hier. Oké. Nee, maar niet. Een schaar. Een briefje. Meisje, en zoals hier een schuurbewinter staat, weten wat je ervan vindt en laat een mooie start zijn van samenwerking. Nou, leuk! Oh, er zitten al van die bandjes in. Van liefde voor de zorg. Zo. Het zijn deze bandjes. En er zit, oh, een schuurkalender! Dit is leuk! Gedichten en quotes van en voor de zorg. Nou, er zitten meer van die bandjes in. Dus die leg ik even neer. Bedankt dat jij bestaat voor wie je bent en voor alles wat je doet en hebt gedaan. De definitie van liefde voor de zorg, dat ben jij. Oh, wat cute. Dat staat op de achterkant. Nou. Wat leuk. Steenboek. Oh, het is ook echt allemaal. Je ziet ook zeg maar welke sterrenbeeld erbij past. Dus als we nu even naar de dag van vandaag gaan. Hoeveel januari is het? Trouwens, 19. Oké, komt ie aan voor vandaag. Zorgen dat ze werken met de 3 H's. Handen, hoofd, hart. Leuk. Lachend prik ik in bloed. Moeiteloos lig ik in de MRI. Snel word ik beter. Snel word ik beter. Dansend naar de chemo's. Swingend naar de operatiekamer. Snel word ik beter. Snel word ik beter. 6 maanden later moet ik huilen. Tranen van geluk. Ik ben beter. Ik ben beter. Zo, die kunnen we even winnen. Dat is wel mooi. Zo, er staan mooie dingen in hoor, jongens. Als je even stil bent. Eigen risico. Sorry dat ik ziek ben. Niks mee te maken. €385 boete. Eigenlijk lijp ook. Ja, wauw. Ik ben er echt even stil van dat gedichtje.
Pittig, maar wel mooi. Ja, gedichten en quotes van een overzorger. Ja, sorry, ik ben een beetje speechless. Maar dat krijg je ook niet zomaar voor elkaar, dus dat betekent dat het een goed product is. Morgen, het is vandaag woensdag. Ik heb straks een KLO-les en dat betekent dat ik een hele les ga geven over keelpijn. Ja, ik heb er echt zin in. Het is zo leuk om gewoon zo'n hele les te mogen geven. Ik vind dat echt interessant. En ik ga dus eigenlijk met de andere studenten gaan we proberen tot de diagnose te komen van de zogenaamde patiënt. En ik mag dan een beetje leiden samen met Timo en Tom. En we hebben het ook voorbereid, dus ik heb er helemaal zin in. En daarna heb ik een interview. Woo, excited! En daarna heb ik MT-lessen, dus medische techniek. En dan ga ik weer naar de uni, dus daar heb ik ook zin in. Dus ik zie jullie straks weer. Maar ja, ik heb dus net mijn presentatie gehad. Ging echt vet goed. Was wel leuk. En we hebben 2 van de 2 punten, dus dat is heel fijn. En straks heb ik dus medische techniek en dan gaan we wat proefjes doen. Maar blijkbaar, we gaan dus de vingertop-neusproef doen. Dat moet je dus zo gaan doen. En dat ook met je ogen dicht. Nou, volgens mij gaat dat prima. Ja, nou. Niks in de hand. Zo, dat is het idee. En ik moet pronatie supinatie doen. Volgens mij misschien ook wel zo. Ik weet niet precies of het met gestrekte handen moet. Maar we hebben dus gisteren een college gehad over tics. Was mijn partij interessant. Het ging eerst over extra piramidale aandoeningen. Wim me er niet op vast. Ik weet niet zeker of het zo heette, maar het was echt interessant. Het ging eerst over de ziekte van Parkinson, omdat het meeste voorkomt. En daarna ook even over Parkinsonisme. En toen ging het over Gilles de La Tourette. En dat was ook heel interessant om te horen hoe dat dan precies ging. En wat er misgaat in de hersenen eigenlijk. Naar Billie Eilish gekeken. Dat vond ik wel heel tof, want zij heeft dus blijkbaar best wel veel tics. Dat wist ik niet. Maar je hebt dan zo'n filmpje waar je allemaal interviews ziet van haar. En hebben ze dat stukjes bij elkaar geplakt. Een compilatie. Heet dat zo? Een compilatie van Billie Eilish, haar tics. En dan zie je dat ze met haar ogen rolt. En dat ze ineens naar de zijkant kijkt. En echt wel tics heeft. Dus het is wel heel interessant om te zien als je er echt op let. Dan denk je, oh, wat voor houding heeft zo'n patiënt nou? Nou, zij is dan niet onze patiënt, maar iemand met tics. Vergeet te zeggen, bijna. We zijn over de 1000 abonnees heen. We hebben al 1100 abonnees. 1100 mensen die kijken naar mijn hoofd. Wat leuk. Nee, ik ben echt super blij. Echt heel trots. Helemaal gelukkig word ik hiervan. Trouwens, echt iets tofs. Ik ben hier echt super, super content mee. Want ik heb dus een pakketje gekregen van Matches. En ik weet niet of jullie weten wat Matches is. Maar Matches is een Nederlands centrum voor stamceldonoren. Nou, ik zal eerst even kort uitleggen waarom zou je stamceldonor worden. Als stamceldonor kun je een patiënt redden. Dat staat voorop. En dat kan een patiënt zijn met een vorm van bloedkanker. Bijvoorbeeld leukemie. En vaak is een stamceldonor het laatste mogelijkheid op leven. En jij kan dat dus zijn. Zelf helaas geen stamceldonor worden, maar dat komt omdat ik astma heb en hier dus dagelijks medicatie voor slik. Dus wat ook belangrijk is voor jullie om te weten is dat dus de veiligheid van de stamceldonor echt in acht wordt genomen. En dat dat echt heel belangrijk is voor hun. Nu vraag je natuurlijk af, hoe werkt het nou precies? Je kan het allemaal op de site van Matches bekijken. Maar wat ik je kan vertellen is dat je het op 2 manieren kan doneren. Via bloed of via beenmergtransplantatie. En dat is 70% via bloed en 30% via transplantatie. Als je eenmaal stamceldonor bent, is de kans eigenlijk heel klein dat je wordt opgeroepen. Maar de kans die er is dat jij een patiënt leven kan bieden, die zou ik met beide handen aannemen. Maar je begint dus allemaal met dit registratiesetje. En ja, ik vind het gewoon echt heel jammer dat ik het niet zelf kan doen. Maar dat betekent nog niet dat ik niet mensen kan laten zien hoe het moet. Dus dat ga ik even doen. Dit is wat je allemaal binnenkrijgt. En je hebt er een setje watjes in. Oké, nou, dus dat zal ik eerst gewoon als ik jou was alles even duidelijk doornemen. En dan pak ik het weer een setje. Dus eigenlijk gaat het allemaal met een setje. Ik heb het ook
camera is uitgevallen. Maar wat dus ook super leuk is, is zij hebben deze kaartjes gemaakt. En bijvoorbeeld deze. Een dikke kus door de brievenbus. Jij bent mijn lichtpuntje. En gewoon met een hartje. Het zijn dus Valentijnskaartjes. Het is een Valentijnsactie. Voor 6 euro heb je zo'n setje. En dan doneer je dus ook meteen aan, aan matches, zeg maar. En wat je dan ook weer indirect kan doen, is als je deze naar mensen stuurt, dat zij misschien ook denken van, huh, matches? En dan staat hieronder, ben jij al stamceldonor? Misschien kan je dan anderen ook weer aansturen om stamceldonor te worden. Nogmaals trouwens even voor de duidelijkheid. Omdat ik matches support, omdat ik het fijn vind om te doen. En omdat ik het fijn vind om mensen te laten weten dat ik zelf geen donor kan zijn. En dan kan doneren en zo. Hoeft allemaal niet te betekenen dat jij dit moet doen. Ik zeg alleen dat ik het fijn vind. En dat is bij alles wat ik zeg natuurlijk. Dit is alleen mijn persoonlijke mening. En als je er niet achter staat, don't do it. Maar ja, als je er wel achter staat, super leuk dat je het gaat doen. En ja, gewoon echt heel helemaal tof. Save a life, guys. Interview was leuk. Echt een super leuke vrouw. Ik ging echt helemaal gezellig gewoon met haar kletsen. Dus ik ben benieuwd wat eruit is gekomen. Maar het was echt gezellig gewoon. To let me dog out, but I have a huge pimple on my forehead. It looks like an extra eye. Well, then I put some concealer on it. And now I look like a Barbie. Well, that's not true. A Barbie would not have a pimple. But I have a pimple. I hate it. But whatever. Diver. Let's go walk around you. Come here, your little dog. She never listens, but she's quite cute. You can see her. I love the dog. It's a nice dog. We call her Diver. She's a little monster. But she's my little monster. I love the dog. Ah. Ik heb een ontbijtje gemaakt. Oeh, ik maak er toch altijd wel een feestje van, hè? Vind ik zelf. Maar ik had ook weer wat, hè? Ik heb dus kiwi gold gekocht. Kiwi gold. Iedereen zag al, dit is geen kiwi gold. Maar die kiwi was ook niet harig. Je weet toch dat kiwi gold heeft een ander huidje dan de kiwi green. Open, het is een kiwi green. Hij proeft wel zoeter dan de normale kiwi green. Maar het is geen kiwi gold. Dat vind ik toch even jammer. Volgens mij is kiwi gold ook echt veel duurder. Ik heb mezelf weer genakt. Of nou ja, ik weet niet of ik het mezelf heb aangedaan. Of dat er iemand de verkeerde kiwi in de verkeerde bak heeft. Nee, want hij leek ook gewoon op een kiwi gold. Nou, ik weet niet. Nou heb ik hele leuke unboxing times. Maar nu dacht ik, we doen even een inboxing time. Ik had allemaal leuke dingen besteld. En mijn moeder ook. Maar ja, het is het gewoon niet. Dus het gaat allemaal helemaal lekker terug. En dit ook. Dit moet dus terug. Maar er zit niks in. Want ik ben een product kwijt. Nou ja, het ligt ergens. Maar ik heb geen idee waar. Dus die moet ik even houden. Maar ja, dan gaan we maar eens even terugbrengen. Inboxing! Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. En vandaag was ik vrij op vrijdag. En vanochtend even gesport, nou ja, hard gelopen. En daarna gedoucht, aangekleed, lekker gegeten. Even chill gedaan. En nu is het alweer 10 uur. 9:45. Dus ik moet aan de bak. Hallo, het is alweer... 4:10. Ik ben gesloopt. Echt. Ik doe nu hoorcolleges uitwerken. Ik dacht ik doe die zelfstudies wat later. Ja, die hoorcollege en werkgroepen sowieso altijd. Maar dat gaat... Ik heb nu saaie dingen. Joh. Nou ja, het is niet saai. Ja, ik vind het een beetje saai. To be honest. Over... Wat, dat was zeg maar ook mijn selectie over actiepotentialen en hoe dat allemaal gaat. En die amplitude en de piek. Ja, dat is alweer het einde van deze video. Maar wees niet getreurd, want ik heb nog wat leuks. 1000 abonnees. Ik ben echt zo trots. Ik vind het zo gaaf dat ik dit mag doen. En ook dat jullie het leuk vinden. En ik doe het nog helemaal niet zo lang. Dus ik vind het echt super tof dat we nu op de 1000 zitten. Dus heb ik wat leuks voor jullie. Jullie hebben aan het begin gezien dat ik deze... scheurkalender aan het unboxen ben. En er staan dus allemaal gedichten en quotes van de zorg en over de zorg in. En ik vind ze... Ik van een paar was ik echt even stilgevallen. Nou, dat is echt een wonder. Wil je mij stil krijgen? Dus dat is al heel wat. Nou, nu wil je natuurlijk weten hoe kan je deze winnen. Nou, het is een samenwerking met Liefde voor de Zorg.
Dus wat je moet doen is abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Doe even een duimpje omhoog en volg Liefde voor de Zorg en mij op Instagram. Tag een vriend of vriendin en misschien is deze scheurkalender wel voor jou. Nogmaals echt zo erg bedankt voor de 1000 abonnees. Ik vind het zo tof dat jullie allemaal kijken en leuk reageren en meedoen in de vlogs. Heel erg bedankt. Ik ga de vlog wel afsluiten en ik zie jullie volgende week weer. Doeg!